Beste Wim, vrienden zwager. De vraag was niet of het zou gebeuren, wanneer het zou gebeuren. Maar ik ga meedoen. Ik ga meedoen aan de Muskelon 2015 in Oeganda. Ik ga daar een half marathon lopen. En dat doe ik voor kansarme kinderen. Kinderen die geen toekomst hebben, die op straat leven, die bestoten zijn. Ik heb zelf 3 prachtige kerels, de leeftijd van 4 maanden, 4 jaar en 7 jaar. En die hebben het hartstikke goed getroffen, die kunnen naar school, die krijgen de medische zorg die ze nodig hebben. En die hebben een redelijk normaal gezin waarin ze opgroeien. Maar op heel veel delen in de wereld is dat absoluut niet het geval. Daarom wil ik voor de organisatie Compassion gaan lopen en op die manier 10.000 euro bij elkaar gaan krijgen. Ik ga even sleutels uit mijn zak halen. Ik ga minimaal 10.000 euro ophalen voor kinderen in Oeganda. En daar hoort een beetje trainingsarbeid bij. Het wordt al steeds dieper in. Ik denk dat ik zo terug ga. Ik vraag me af of ik hier doorheen kom. Maar ja, waarom ook niet. 10.000 euro voor kinderen in Oeganda. En daar hoort een beetje trainingsarbeid bij. Nou jongens, het zit weer op voor vandaag. Getraind voor de Muskelon 2015. Ik ben redelijk doorweekt, maar ik wil 3 vrienden van mij nomineren om ook mee te doen met de Muskelon. Allereerst Dennis Guit. Volgens mij kan je dat prima, Dennis. Moet je alleen even eroverheen zetten. Die 10.000 euro is voor jou goed mee. En je bent ook een krachtpasser. Het is alleen even de vraag, ga je fietsen, ga je lopen of ga je rennen? De tweede is Wouter van der Mark. Wouter, je helpt mij met adviezen voor mijn rug. Ik heb niet een geweldig sterke rug. Bedankt ervoor. Nou, je hebt een bestseller geschreven, Rug en Raadsel. Nou, alleen al de opbrengst van dat boek wat jij helpt om mee te gaan naar Oeganda. En sportief gezien komt het helemaal goed met jou. En als laatste, Pieter de Vreugd. Pieter. Je zit nu in Zuid-Afrika met je vrouw Ellen en je doet daar fantastisch werk onder kansarme kinderen. Geweldig, grote bewondering voor. Nou, het zou toch gaaf zijn als jij over een aantal jaar, als je klaar bent daar, of misschien even terugkomt, dat je meegaat met de Muskelon. Ik weet dat je het gaaf vindt. Eén groot voordeel, je zit al in het juiste continent, je moet alleen een stukje omhoog en dan ben je er. Jongens, als je het niet doet, ook prima. Geen tegenprestatie. Ik hoop gewoon dat jullie het gaaf vinden. Het project dat ik ga doen en dat ik iets van mijn enthousiasme kan overbrengen. En daar is veel voor over. Ook trainen in weer en wind. Dus dat doe ik dan bij deze. Mijn eerste videovlog. Komt te staan op de website Muskelon2015.nl. Hou hem in de gaten en ik neem je graag mee komend jaar in mijn project voor kansarme kinderen in Oeganda. En ik hoop ook op jouw steun.